aan de ene kant is het leuk om vooruit te kijken en nieuwe dingen te gaan doen. En aan de andere kant is het ook afscheid nemen. En ja, dat vind ik toch ook, ja, vind ik toch ook best moeilijk. Je hebt samengewerkt met heel veel collega's op een ministerie, met heel veel mensen in het land, met de ministers en staatssecretarissen in de ministerraad. Gisteren hadden we de laatste ministerraad. En dan, ja, dat is toch ook wat weemoedig. Ja, melancholiek had je gezegd in het AD, hè? Ja, het is toch, ja, ik vind afscheid nemen altijd ingewikkeld. En wat maakt het nu zo ingewikkeld? Misschien ingewikkelder dan eerder, omdat je nu echt afscheid maakt van afscheid neemt van de politiek? Nou, dat geen eens zo zeer, want ik ben niet weg en ik zal politiek altijd blijven volgen. Ik ga iets anders doen. Het is vooral afscheid nemen van mensen. Mensen met wie je hele intense dingen mee hebt gemaakt, met wie je nachten hebt doorgetrokken, met ingewikkelde debatten of met crisissen om dat in goede banen te leiden. Ja, en dat lief en leed dat je met z'n allen hebt gedeeld. Ja, die mensen die gaan nu wat anders doen. Ik ga wat anders doen. Zij blijven. Ja, en dat is toch, ja, afscheid nemen. Bijzonder. Dat dan heb je het vooral eigenlijk over de collega's op het ministerie en niet zozeer misschien de mensen in de ministerraad, jouw collega's, ministers. Nee, ook. Het is op het ministerie, het is in de Tweede Kamer, de woordvoerders met wie je natuurlijk stevige debatten hebt gevoerd. Maar waar ik ook altijd het gevoel heb gehad van, we trekken aan hetzelfde eind van het koord, want ergens moet je het met elkaar eens worden. Je ziet bij heel veel wetten die we door de Kamer hebben geloodst, dat er natuurlijk een pittig debat aan vooraf gaat en dat er ook politieke meningsverschillen zijn, maar dat je uiteindelijk altijd zegt, je moet wel ergens landen. Nou ja, en in die samenwerking, aan de ene kant debat en soms niet met elkaar eens zijn, maar uiteindelijk toch ergens moeten de geledingen zich ook weer sluiten. En moet je verder werken aan een veilig en rechtvaardig Nederland. Ja, dat heb ik altijd heel erg mooi gevonden. Ja, en die samenwerking ga ik missen.